En moet ik ergens op richten? Ja, ik denk op mijn computer daar. Ja, nee, mijn vrouw is wel in de buurt, maar ik heb het liever als zij dat altijd doet. En dan komt het geheid goed, hè. En volgens mij moet ik gewoon op mijn computer richten. Is er nog steeds een toekomst voor de sociaaldemocratie? Dat denk ik wel. Als je naar Europa kijkt, dan is er op het ogenblik een sociaaldemocratische getinte regering in Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Portugal, Spanje en Duitsland. Dus aan toekomst geen gebrek. Je moet alleen dat weten te vertalen in elk land. En ik heb het idee dat aan het vertalen in Nederland soms het een en ander mankeert. Ja, want hoe moeten we dat in Nederland dan wel doen? Ja, maar het is een internationale beweging. En je ziet dat het mogelijk is om overwinningen te boeken. Dat zie je in diverse landen in Europa. Dus kan het ook in Nederland. Maar in Nederland wordt zelfs gesproken over fuseren met GroenLinks. Nou, ik denk samenwerken is prima. Maar dat is niks nieuws. In 1972, de verkiezingen, hadden D66, wat toen GroenLinks was, zeg maar de PPR, en de Partij van de Arbeid, een gezamenlijk programma. Eén programma. En met één uiteindelijke premierskandidaat. En dat heeft toen goed uitgepakt, want daar is het kabinet in uitloop gekomen. Dus je moet niet te moeilijk doen over fuseren, al of niet, en de voor- en nadelen. Samenwerken, samen één programma, samen de verkiezingsstrijd aan. Dat moet je doen. U komt uit Winterswijk, geboren en getogen. In uw jeugd was Winterswijk een rood dorp. Ja, dat is Winterswijk, maar dat kwam ook door natuurlijk het gezin waar ik uit voortkwam. Met de Fara en de Vrije Volk. Ik wist niet anders dan het ging over de Partij van de Arbeid. En er werd over socialisme gepraat. Het commentaar van de hoofdredacteur van het Vrije Volk, Voskuil, elke zaterdagavond op de radio. Dus je leefde helemaal in die wereld. En dat werd dus versterkt doordat dat eigenlijk in een belangrijk deel van het dorp Winterswijk het geval was. Maar van het rode dorp, ja, is weinig meer over. Nee, het is althans een stuk minder. Ja. Een stuk minder. Ja, je kunt het ook positief zien. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk de Partij van de Arbeid, de sociaaldemocratie. Doet het in Winterswijk, maar in Nederland aanzienlijk minder goed dan in het merendeel van de Europese landen. Dat is gewoon zo. Maar je ziet ook in Frankrijk dat er linkse stemmen genoeg zijn, maar niet op de authentieke oude socialistische beweging, maar op iemand, zeg maar, van een soort groen linksachtig socialisme. Maar de stemmen zijn er. De kunst is om ze met het goede verhaal bij jou te krijgen. Ja. En dat is dus ook de boodschap voor de PvdA-afdeling Winterswijk. De Partij van de Arbeid moet gewoon de verkiezingen ingaan de volgende keer met een samenwerkingsverband met een aantal andere partijen. En met gezamenlijke kandidaten zoals toen ook. In 1972 werd er een schaduwkabinet gevormd, zodat de mensen konden zien als die club de meerderheid zou krijgen, wie er minister zou worden. Dat was een uitstekende aanpak.